Ik ga even met Ruud praten wat hij hier nou in godesnaam kan doen. Ik heb een vraagje, want je zit of zat bij Nationale Radio? En zat. En nu dacht je, ik heb niks te doen, ik ben werkloos, ik kom hierheen of... Nou, werkloos ben ik niet. Nee, dacht ik. Maar ik vond het wel leuk om dit te doen. Oké. En wat wil je hier doen precies? Ik wil hier komen doen wat nodig is. Waarvan jullie vinden dat ik moet doen. Oké. Dat kan ik niet presenteren. Nee, precies. Dat, ik denk dat het ook leuker is als mensen deze reporters het zelf ook blijven doen. Namelijk. Dat is wel een beetje. Dat kom je nu even veilig stellen. Ja, dat vooral. Ik vind het heel leuk dat je kon helpen. Nee, dat is het dan niet. Maar jij voelde je bedreigd, is dat het? Nee, ik niet. Nee, ik doe vooral de regie en ik presenteer niet zoveel. Dus dat is het niet. Maar het is meer dat ik denk dat het vooral leuk is als mensen met een beperking zelf inderdaad die presentatie doen. Ja. Jij hebt al jarenlang ervaring en die kunnen we heel goed gebruiken. Maar zij moeten het nog allemaal leren. Dus ik denk dat vooral de insteek van ons uit is. Maar... Ja, heel goed. Tot zo. Tot zo, ja, hoi. Nou ja, ik heb wel in de gaten dat ik echt onderaan moet beginnen.